je souhaiterais dédier cette intervention à deux personnes malheureusement décédées. Ik wil mijn lezing graag opdragen aan twee mensen die jammer genoeg overleden zijn. Maxime Steinberg, een historicus over de Shoah, en Alexandre Oller, de zoon van David Oller, die belangrijk is geweest in mijn werk. En ik ben ervan overtuigd dat zij hier allebei graag aanwezig hadden kunnen zijn. Mon propos sera donc l'évocation d'une personne en particulier, dus ik wil het vooral hebben over David Oller, een Joodse kunstenaar die een gevangene was van het Sonderkommando's in Birkenau. En ook vooral over de verhoudingen die hij had met zijn tijdgenoten. Zowel voor als na de oorlog. Hij heeft natuurlijk heel wat artistieke kwaliteit in zijn werk gebracht en hij documenteert ook heel specifiek over de geschiedenis van de Shoah. En ik wil het ook hebben over het individuele levensloop van David Oller. Zowel in het bijzonder over het feit dat hij deel uitmaakt van de Sonderkommando's, maar ook in het algemeen. Dus in eerste instantie zal ik het hebben over een aantal biografische elementen om ons onderwerp hier duidelijker te maken. Dus David Oller is geboren in Polen, in Warschau, in 1902. En hij werd al snel opgemerkt omwille van zijn artistieke bekwaamheid. Hij ging dan ook in Gdansk aan de slag, aan de Academie van Schone Kunsten. En daar werd al gauw voorgesteld dat hij naar Berlijn zou gaan. Hij werd daar al geïntegreerd in de artistieke wereld en hij kreeg ook al erkenning. Maar hij wilde eigenlijk niet in Duitsland blijven, hij wilde niet in Berlijn blijven. Dus hij koos voor Frankrijk, hij ging daar wonen en hij wilde ook de Franse nationaliteit krijgen. In de jaren 20 in Parijs werd hij ook meteen opgenomen in de artistieke wereld, in het bijzonder dan op het vlak van het cinema. Dat had dan vooral te maken met posters die hij maakte. Les Misérables in 1934 en Tartarin in 1936. Hij werkte ook mee aan het vervaardigen van decors voor zowel voor cinema, voor films als voor theater. Onder zijn vrienden was bijvoorbeeld Michel Simon. Zijn erkenning als artiest zien we niet enkel in het feit dat hij bepaalde vriendschappen had, maar ook in een aantal concretere zaken. Bijvoorbeeld zijn adres. Hij woonde op nummer 55 in Boulevard du Montparnasse. Dat is duidelijk teken, want dat is eigenlijk een etablissement dat specifiek gereserveerd was voor kunstenaars. Dus dat maakt wel heel duidelijk dat hij erkenning kreeg als artiest in die tijd. Hij kwam ook vaak in de Grande Chaumière, dat is ook een plek waar vooral kunstenaars kwamen. Bijvoorbeeld ook Modigliani, die daar woonde. En waar men ook in die omgeving werden ook veel cursussen georganiseerd. Hij had ook de eer een tentoonstelling te houden in het Salon des Artistes van het Grote Paleis. Vanaf de jaren 30 wilde hij dus de Franse nationaliteit krijgen. Hij kreeg die ook, vandaar dat we zijn naam ook zien. Comme volonté de franciser son nom. In de registers en op dat moment was hij dus in zijn eigen oren Fransman geworden. In 1940 werden er heel wat anti-Joodse wetten gelanceerd door het Vichy-regime en bijgevolg werd zijn Franse nationaliteit ingetrokken. Uiteindelijk werd hij gevat tijdens een razzia in 1943 en in maart 1943 wordt hij gedeporteerd naar Auschwitz.
konvooi 49. Dat is een merkwaardig, bijzonder konvooi, want op dat moment was er een sterke stijging in het aantal zonder commando gevangenen in Birkenau. En alle jonge mannen die nog in goede gezondheid verkeerden na die treinreis, die werden daarheen gestuurd. Die moesten dus in de zonder commando's in dienst treden. Donc maintenant je passe à la période après-guerre. Quand David Dallaire va rentrer en 1945, David Dallaire keert terug in 1945, maar zijn vrouw en zoon vindt hij niet meer terug. Ils vont définitivement être en face d'un homme. Wanneer ze elkaar uiteindelijk vinden, dan zal blijken dat hij dus iemand is geworden die een zekere obsessie heeft, namelijk om te getuigen over de dingen die hij gezien en beleefd heeft. Ik stel voor dat we nu even gaan luisteren wat hij daar zelf over te zeggen heeft. J'avais du mal, je me réveille encore une journée à souffrir. J'entendais ce que je dis. Encore une journée à souffrir. Je ne peux pas expliquer à ma femme, Madame Molière, elle en a marre. Ça fait 35 ans que je lis ça. Alors je voulais que tout le monde puisse comprendre, même les illettrés. Ik wil dat iedereen begrijpt wat ik heb meegemaakt. Ik wil ervoor zorgen dat de mensen op internationaal niveau, dat iedereen op de hoogte is van wat er is gebeurd. Ik kan het niet loslaten. Ik kan het niet loslaten. Ik blijf die stemmen horen. Ik blijf die conversaties horen. Alsof ik er nog steeds ben. Alsof het gisteren was. En effet, à partir de son retour, donc, et jusqu'à sa mort en 1995, tot aan zijn dood, la seule volonté 85, de c'est de témoigner. Was zijn enige wens dus te getuigen. Ce témoignage va être sous la forme de dessins et de croquis. Ses dessins et ses croquis. Hij verwoordt zijn getuigenissen in tekeningen en schetsen. Pour certains, van 45 tot 47. Bepaalde tekeningen zijn heel bekend, zoals degene die u hier ziet. Met de plekken waar hij moest werken. U ziet dat, dat die tekeningen heel precies zijn, dat er veel details op te zien zijn. Dat zal ook blijken uit de archieven waarin die tekeningen worden gevonden. Dus de tekeningen en schetsen die hij maakt, gaan altijd over David Dallaire a vu. De dingen die hij gezien heeft. En het is zo dat hij veel meer gezien heeft dan de meeste, dan een doorsnee gevangenen in de zondercommando's. Want over het algemeen is het zo dat zeker in 1944 de zondercommando-gevangenen een specifieke functie kregen. Want in de crematoria bestond het werk eruit veel georganiseerder te werk te gaan. Er waren de heizers, de stokers, daar hebben we het al over gehad. Maar David Dallaire, hij kwam aan als kunstenaar met die achtergrond en dus kreeg hij een heel bijzondere rol.
in het kamp. De ce fait-là, du fait de cette reconnaissance-là... Hij kreeg dus erkenning voor zijn achtergrond, maar hij kreeg dus geen specifieke post of functie, maar hij werd altijd daar geplaatst of gebruikt waar hij nuttig kon zijn. Dus zowel in de crematoria als op andere plekken, hij werd voortdurend op nieuwe posities geplaatst en daardoor heeft hij dus veel meer gezien dan een doorsnee gevangene. En ik stel voor dat we... kijken naar deze slide waarop we twee verschillende beelden zien. U zult links wel de tekening herkennen van de crematoria. Het is een tekening die Olaire heeft gemaakt. En vergelijkt u die dan even met de foto die van diezelfde plek genomen is van de ovens. Dus u ziet hoe gedetailleerd David Olaire hier een schets maakt. En dat is op basis van zijn visuele, zijn fotografische geheugen. Het lijkt alsof het is echt vergelijkbaar met een foto uit die tijd. Dus dat is toch wel van noemenswaardig belang. Dus in eerste instantie zijn het tekeningen die hij maakt. Daarna gaat hij zich meer richten op beeldhouwkunst en schilderkunst. Zoals in de film zien we hem hier in de tuin van zijn huis in Noisy. Dat is in de buurt van Parijs. En in die tuin van dat huis in Noisy ging hij dus gaan beeldhouwen. En die evolutie als kunstenaar van tekeningen en schetsen naar schilderkunst en beeldhouwkunst reflecteert ook een mentale evolutie die hij doormaakte. Dus zijn uitdrukkingswijze als artiest, als kunstenaar, lopen gelijktijdig met zijn evolutie als getuige. Hier zien we een voorbeeld van een tegel waarop hij dus iets geschilderd heeft, een allegorische scène. Er zijn verschillende krachtlijnen te zien en verschillende specifieke kleuren die hij gebruikt. Uiteindelijk sterft David Olaire in 1985. Nu, dat is ongeveer alles wat ik wilde vertellen vandaag over zijn biografie. Maar als u meer informatie wilt, dan verwijs ik u graag door naar mijn eigen website, waarop heel veel specifieke informatie te vinden is over het leven van David Olaire. Dan wil ik het nu hebben over zijn werk. En daar beginnen de moeilijkheden, want waarover hebben we het nu eigenlijk? Het zijn werken die blijkbaar niet veel mensen interesseren. Hoewel het erg verbazingwekkend en indrukwekkend werk is. De eerste persoon die hem gaat opzoeken als kunstenaar en als getuige is een vrouw, Miriam Novic, die al haar energie daarin steekt om dus de getuigen, de strijders uit de ghetto's op te zoeken. Zij ontmoet dus op die manier ook David Olaire in 1976 en ze vraagt hem of zij enkele stukken mag lenen. Dus Olaire geeft haar 5 doeken, 3 beelden en 50-tal tekeningen. Hij dacht dat hij dat in bruikleen gaf, maar uiteindelijk bleek dat die tekeningen tot op vandaag in het archief van het museum gebleven zijn. Ik heb die kunnen bekijken en het was wel fijn om te zien dat de mensen die daar werken in het archief heel, heel zorgzaam omgaan met die stukken. Zijn naam staat erbij. Maar het is wel zo dat het werk nog steeds niet toegankelijk is voor het publiek. Dan heeft hij nog heel wat beeldhouwwerken gemaakt in zijn tuin. Die worden tentoongesteld rondom het huis.
Et les sculptures qui restent, je dis qui restent parce qu'il y a eu en 80 un acte de vandalisme qui n'a pas à voir avec... En 1980 werd er wel, kwam er een van, werd er vandalisme gepleegd op de beelden. Dat bleek dan naderhand niets te maken te hebben met het onderwerp van de beelden. Maar goed, het feit is dat er wel heel wat beelden vernietigd werden. En vandaar het beeld dat u daar ziet, de schreeuw, dat is waar ik mij op geïnspireerd heb voor de titel van mijn presentatie. Dan wil ik nog even stilstaan bij de bijzondere kenmerken. Dus, hij heeft ervoor gekozen om onderwerpen aan te halen die dus de Shoah, de geschiedenis van de Shoah, documenteren. En hij heeft daarover ook een gemeenschappelijke mening. Of er is daarover een akkoord gesloten tussen Serge Klarsfeld en Alexandre Oller, dus zijn zoon. Zij zijn overeengekomen dat 18 doeken werden gegeven aan het museum van Joods erfgoed in New York. We kunnen vandaag vaststellen dat die werken van David Oller vaak erg aangrijpend zijn. De doeken die zowel aan New York en aan Jeruzalem gegeven zijn, zijn onderdeel van een permanente collectie. Ze zijn geen onderdeel van een permanente collectie, dus het wil zeggen dat ze eigenlijk onzichtbaar zijn. Zij worden niet openbaar gemaakt of toegankelijk gemaakt voor het publiek. Zij bevinden zich in archieven en op vergeten zolders. Dit is het doek dat in Frankrijk te zien is, in het museum van het Verzet in Champigny-sur-Marne. Maar het blijft natuurlijk wel jammer dat er slechts één doek te bekijken valt, te bezichtigen is in Frankrijk. Want eigenlijk is hij een Frans kunstenaar die op zijn minst een aparte zaal verdient in een museum. Wat de tentoonstellingen van zijn werk betreft, kan ik u het volgende vertellen. Vanaf 1950 werd wel erkend dat er een zekere kwaliteit als getuige zit in het werk van David Oller, maar die erkenning kwam pas recent. Er is een tentoonstelling geweest in Israël in rond 1980. Het was 5 jaar voor zijn dood. Dan is er een tentoonstelling geweest in Yad Vashem in Israël in 1997 en ook een in de Memorial de la Shoah in Parijs in Frankrijk in 2005. Bij mijn weten is er ook nog de film van Jean Boussuge in 1981. Die film is een waar eerbetoon aan hem en is vervaardigd met in beperkte materiële omstandigheden, maar er blijkt een zekere vastberadenheid uit. De film is heel bijzonder en houdt de herinnering en met aan de ontmoetingen met Oller ook erg levendig, maar de film blijft wel vertrouwelijk. Het is volgens mij chockerend dat het vooral de negationisten zijn die gebruik maken of die zich beroepen op het werk van David Oller. Dat vind ik ook wel interessant, want de negationisten beroepen zich vaak op wat zij dan noemen valse getuigen. Maar eigenlijk zijn het getuigen van het eerste uur. U moet zich niet vergissen. Het feit dat de negationisten een beroep doen op David Oller en Philippe Müller getuigt enkel van het belang van hun werk. Zit deze persoonlijke loopbaan van David Oller zorgt ervoor dat we heel wat constanten kunnen
kunnen onderkennen bij de leden van de Sonderkommando's in Auschwitz en Birkenau. Ik wil het hier even hebben over mijn eigen parcours dat ik doorlopen heb. Ik ben op een gegeven moment me meer gaan verdiepen in de Shoah. Dus iets dieper dan de meeste mensen. Ik wil er iets meer over weten dan de meeste mensen weten. Maar, en ik ben veel werken tegengekomen, veel meer dan ik ooit zou kunnen lezen. Maar bijzonder weinig over de geschiedenis van de Sonderkommando's. En dat vind ik vreemd, want het is toch een fundamenteel punt in de geschiedenis van de Shoah. Nu, Poliakov is iemand die in zijn boek deze zaken niet vergeten is. En ook Bermark heeft zich toegelegd over, op het onderwerp in zijn boek Stemmen in de Nacht, dat hij geschreven heeft in 1965, net voor zijn dood in 1966. In Frankrijk werd dat boek pas gepubliceerd in 1982. Dan begint er een nieuwe fase vanaf de jaren 80. We hebben de film Shoah van Claude Lanzmann. Daarin zit de onvergetelijke getuigenis van Philippe Müller. Die is verschenen in 1979 in het Duits en het Engels. En dan in 1995 verschijnen er de interviews die becommentarieerd worden door de overlevende Sonderkommando-gevangenen die in Israël leven. Dat is een werk van Gideon Gruijf, die hier vandaag ook aanwezig is. En dat is in 1995 verschenen in het Duits en in 2005 pas in het Engels. Dat is een heel waardevolle bron van informatie. En dan hebben we nog het werk van Andreas Kilian, Zeugen aus der Todeszone, verschenen in 2005 enkel in het Duits. Bij mijn weten is er geen Engelse vertaling, waardoor die dus toegankelijker zou worden voor iedereen. Dan wil ik het nog hebben over de verschillende soorten getuigenissen en bijzondere kenmerken. In de kunstwereld is in 1997 de grote tentoonstelling Yad Vashem geweest. Dat was een eerste, daarbij werd voor de eerste keer geluisterd naar die getuigenissen. Maar nog steeds in beperkte mate en aarzelend werd er dus geluisterd naar de teksten in deze tentoonstelling. En dat is toch verbazingwekkend. Het feit dat die werken van David Holler erg gewelddadig zijn, wil dan zeggen dat het woord of het schrift minder gewelddadig zijn. Voor diverse redenen, ik wil zeggen, de témoins in generaal, niet uniquement. Het is nu eenmaal zo dat die getuigenissen gewelddadig zijn, omdat het een gewelddadige tijd was en de mensen die terugkwamen vanuit de kampen. Dus de overlevenden van de Sonderkommando's die werkten altijd uitgesloten uit die getuigenissen. Hoewel zij ook wel probeerden te getuigen. Want zij maakte wel deel uit van het proces en zij wilde zich ook verantwoorden voor die politieke commissies. Dus we zien dat er dan uiteindelijk drie overlevenden zijn die zich gaan die gaan spreken voor tijdens dat proces, tijdens hetzelfde proces in Krakau. En dat toont toch aan dat zij willen en durven praten. Wat schrijvers betreft, wel voor hen is het heel duidelijk dat zij een bepaalde kennis willen overdragen en dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de communicatie. Tijdens de processen over de uitroeiing kwamen deze mensen wel op voor hun standpunt, voor hun verhaal. En Gradovski bijvoorbeeld, die vertelde
vertelt daarover en die zegt dat we tientallen documenten missen, dat we die, dat de zonder commando verschillende documenten uit de kampen hebben meegenomen. En dat is interessant natuurlijk voor de opvolging daarvan en ook vanuit wetenschappelijk standpunt. Il a fallu attendre très longtemps avant qu'il soit étudié. À ma connaissance, la première parution aussi de ces manuscrits. Volgens mij is de eerste keer dat dat manuscript verscheen in 1996 in Mitten. Dus in het museum van Auschwitz. Alors, on peut se dire que puisque l'art est difficile à entendre. Dus hoewel het moeilijk is om die getuigenissen te aanhoren of te lezen, is het wel belangrijk dat er ook sprake is van de opstand van de Sonderkommando's. Dus de opstand van de Sonderkommando's, dat is iets wat ons wel interesseert om naar te luisteren of om te bekijken. Maar we vinden het vreemd dat de Joden zich zo hebben laten behandelen als een kudde schapen die naar de slachtbank geleid werd. En in die context is het belangrijk dat we die opstand ook wel herkennen. Nu, er waren... Ik wil de rol van die vier vrouwen daarin, die vier heldinnen daarin niet vergeten. Maar volgens mij missen we hier wel het belang van het aantal doden dat er gevallen is bij de Sonderkommando's. Dus er wordt gezegd dat er heel wat doden zijn gevallen tijdens die opstanden, dat het meer dan de helft is die tijdens die opstanden omgekomen zijn. Dus de 14 gevangenen die de SS als verantwoordelijke hield voor de opstand, die werden naar blok 11 gestuurd en zij werden een maand lang ondervraagd en gefolterd voordat ze afgeslacht werden. Dus hoe komt het nu dat wij niet naar die schreeuwen wilden luisteren? Waarom willen we dat niet lezen of zien, of waarom willen we dat niet horen? Het gaat om een heel specifiek geweld dat aanwezig zit is in de getuigenissen van de Sonderkommando's. Dat is natuurlijk waar, maar dat is als verklaring niet voldoende, want heel de geschiedenis van de Shoah is doordrenkt met geweld en is een vreselijke geschiedenis. Nu, misschien heeft het te maken met het feit dat die mannen in kwestie bijzondere mannen waren. Dat is een absurde hypothese, maar die wil ik toch even van de hand doen. Hoe werden die mensen geselecteerd of gekozen? Wel, het ging om gewone mensen zoals u en ik. Op een bepaald moment was er een bepaalde nood en de leden van de Sonderkommando's werden dus uit mensen zoals u en ik gekozen. Het was een jongere man. Dus de hypothese van de vrijwillige collaboratie is gemakkelijk van de hand te doen. Want de relatie tussen de gevangenen van de Sonderkommando's en de anderen is misschien geen evidente relatie. Maar wat hebben die Sonderkommando's gezien? Wel, zij hebben... wat hebben de gewone mensen zagen in de Sonderkommando's? Dus gevangenen die gewone kleren konden dragen, die bepaalde privileges hadden. En dus is het begrijpelijk dat het idee van de vrijwillige collaboratie leefde. Maar uiteindelijk werden die Sonderkommando's in het leven geroepen op basis van een bepaalde behoefte die er was bij de SS.
Nu, is het begrijpelijk dat wij die Sonderkommando's verwijt, of dat men die Sonderkommando's verwijt, wat de SS hen gedwongen heeft te doen of te zijn? Dat is natuurlijk een gevoel dat wel leefde na de oorlog, vooral tegenover iedereen die terugkwam uit de kampen. Van, waarom ben jij teruggekomen en niet iemand anders? Wat heb jij gedaan om dat te overleven? Maar we mogen toch niet vergeten dat in het kamp iedereen moest doen wat hem of haar gevraagd werd, want dat hij anders gewoon niet lang in leven bleef. Je m'oppose à cette notion de zone grise. Dus ik ben het niet helemaal eens met het idee van die grijze zone, de Sonderkommando's. Zijn aparte personages, maar voor mij bestaat die grijze zone niet. Volgens mij is dat een verkeerde visie op de Sonderkommando's, want als er al een grijze zone bestaat, dan is die volgens mij aanwezig in heel het kamp. On ne considérerait pas que le prisonnier qui travaillait au HKB, le prisonnier médecin. Waarom worden die gevangenen die in het ziekenhuis bijvoorbeeld werkten in zo'n kamp dan niet over dezelfde kam geschoren? Want zij selecteerden ook mensen die naar de gaskamers moesten. Zij maakten dus ook deel uit van die grijze zone. Of bijvoorbeeld de capo die mensen op dagelijkse basis selecteerde om te vermoorden. Pourtant, malgré tout cela, c'est le Sonderkommando, le prisonnier du Sonderkommando, qui reste le personnage honteux. Dus de Sonderkommando's zijn de meest hatelijke figuren bij uitstek. Dus we hebben nu eenmaal de behoefte om een zeker dualisme te zien in de dingen. We willen het of wit of zwart. Bon, évidemment, j'entends bien et il est évident qu'il y a des bourreaux et qu'il y a des victimes. On est bien sûr. Het is natuurlijk normaal dat er slachtoffers zijn en dat er daders zijn en dat je verschillende kampen hebt, maar qu'il s'agisse aussi bien des œuvres des historiens ou des témoignages. Wat we toch zien in het werk van historici en getuigen, is dat er een bepaalde wil is om de onmenselijkheid te meester te worden. Dus dat is iets wat bestaat in die kampen, in die literatuur over de Shoah. Dus de kampen zijn de plekken bij uitstek waar er een totaal gebrek is aan hoop en die doordrongen zijn van onmenselijkheid. Dus wij hadden misschien graag gezien dat de Sonderkommando die onmenselijkheid hadden geweigerd, dat zij zich en masse hadden verzet tegen die vreselijke daden, dat zij dat niet hadden gedaan. Dat willen we enkel omdat wij willen geloven dat wij zelf in opstand zouden zijn gekomen, dat wij dat hadden hebben geweigerd. Maar uiteindelijk is de mens nu eenmaal wat hij is en door het idee van de Sonderkommando's worden wij geconfronteerd met de beperkingen van ons eigen mens zijn. En dus volgens mij is het belangrijk dat we het concept Sonderkommando's blijven bestuderen. En volgens mij moeten we daarvoor aanvaarden dat wij allemaal het potentieel in ons hebben een Sonderkommando te zijn. En dat willen we liever niet.